enkel boordpatroon rondhaken, zonder dat je hoeft te naaien. Je maakt eerst een basisketting van stokjes met een even aantal, per 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Net zolang als jij hem wil hebben, dus hoe breed je hem wil hebben. Laat er een goed uiteinde aan, want je moet daarmee de onderkant straks gaan vastmaken. Wat je doet, bij de laatste steek, draai het werk naar elkaar toe. Ja, dus hou je draad even aan de goede zijde. En dan zoek je van de eerste stok wat je gemaakt hebt, de derde lus op. Hou er rekening mee dat dit hieronder, dat veetje, je eerste is 1, 2 en 3. Dit hier is je derde. Vaak denken mensen dat is mijn derde, maar dit is je derde. Ja? Dus niet die, maar die. Want dat is 1, 2 en de basis is 3. Ga je hem daar vastzetten met een halve vaste. Ik heb mijn draad aan de verkeerde kant. Daarboven. Hoppakee. Zo. Vastzetten met een halve vaste. Hebben we erin gesloten. Hiermee naai je hem straks dicht. Wat je doet dan is hier de basis pakken, dus je eerste steek. Wacht even, hier. Moet je hem even op zijn kop houden. En dan haal je draad door. Je kan afhechten op de hupzame manier, dus gewoon 1, 2 lossen. En flink aantrekken, is die dicht. Niks meer aan doen. Ja, draadje wegstoppen. Dat zul je wel nog even moeten doen. Goed, boordpatroon voor achter even. Die laten we ongehaakt. We gaan door naar de volgende. Draad omslaan en tussen de eerste en de tweede stok in. Van voor naar achter, van achter naar voor. Draad omslaan, ophalen en het stokje haken. Relief stokje achter. Draad omslaan. Van achter naar voor, van voor naar achter en je draad ophalen. En je stokje maken. Relief stokje voor, draad omslaan. Hier heb je volgende stokje, van voor naar achter, van achter naar voor, draad omslaan, ophalen en stokje maken. Nou, dit herhaal je dus tot je aan het einde bent. Dit patroon op deze manier wordt veelal gebruikt bij mouwen. Dus de randje van de mouw even afwerken met een boordpatroon. Bijvoorbeeld de Bernadette vest. Die gebreid kan worden, maar kan ook zeker gehaakt worden. Vaak heb je dan van die hele wijde mouwen. En er wordt dan geadviseerd een paar naaldmaten kleiner te gaan haken. Of tenminste te gaan breien. Ik adviseer, maak er een klein boordpatroontje aan. Dan trek je namelijk alle steken al zeker een centimeter samen. En dan blijft het wat strakker om de pols zitten en de rest blijft nog wel het Bernadette-stijl. Dus echt de plofstijl. Maar deze steek, dus deze manier van haken, kan je ook prima gebruiken voor bijvoorbeeld een infinity shell te maken. Dan zou je kunnen kiezen, ik doe een bordpatroon. Even steek of oneven steek, dat kun je zelf bepalen wat je zelf mooi vindt. Of dubbel bordpatroon, twee voor, twee achter, waar ik ook al een filmpje van heb. Maar ik leg het nu even uit en waarom? Omdat natuurlijk met een los patroon zit je met begin en eind een stokje extra. En dat heb je nu niet, want je gaat rondhaken. Goed, dit is het eerste stokje wat we overgeslagen hebben. Je ziet dat wij eindigen met een relief stokje voor en dan gaan we een relief stokje achter maken. En dan sluiten we hier met een halve vaste. Zo. En dan gaan we door. 1 lossen. Omslaan. Relief stokjes voor, haak je weer relief stokjes voor. Relief stokjes achter, haak je weer relief stokjes achter. Die steek wacht je dus nog even mee. Dus we gaan eerst naar voor. Dus hier insteken weer. Relief stokje voor haken. En de volgende is achter. En dus nu ook weer een relief stokje achter. Relief stokje voor. Relief stokje achter. Nou, dit herhaal je weer de hele toer rond.
Dus alles wat je achter tegenkomt, haak je reliëfstokje achter. Alles wat je reliëfstokje voor tegenkomt, haak je reliëfstokje voor. Nou, ik zal even wat sneller doorhaken, dan zijn we bijna aan het einde. Zo. En dan wil ik je nog een klein foefje laten zien hoe je mooi de overlapping van die ene losse en je halve vaste kan wegsjoemelen eigenlijk. Dat je dat niet meer ziet. Dit is tevens ook gelijk de goede kant van het werk, dus de draagbare kant. Zo, zijn we bijna aan het einde. Nog eentje voor. En dan zijn we bij de laatste steek aangekomen. Je ziet nu dus eigenlijk dat je hier een klein flupje hebt van het vastzetten. Hè? Kijk, je hebt hier, het is geen normale steek. Wat je doet, is omslaan. Voor naar achter en je gaat om die hele bubs heen. Dan trek je alles mooi weg. Zie je? Sluit weer met een halve vaste. Nou, zo ga je door. Kom je straks weer terug weg. Kom je natuurlijk op dit punt aan. Lijken net twee stokjes, is het niet. Voor naar achter, achter naar voren. En je pakt de hele bubs mee. Kijk, dat trek je ze al samen. Dan zie je straks helemaal niks meer van. Sommigen leggen eigenlijk uit dat je dan bij de eerste steek 1, 2, 3 lossen moet haken. Maar dit is geen reliëfstokje meer. Die zit er rechtop. En dat wil je niet. Je wil wel een mooi reliëfstokje hebben wat doorloopt. Dus gewoon op deze manier 1 losse. In die reliëfstokje voor. En je eindigt hier met die 1 losse voor het ophalen en je reliëfstokje. Dan doe je dus zo haken. En dan sluit je weer met een halve vaste in die steek. Nou, dit is dus de enkele rond boordsteek voor de mouwen of het begin van een mooie polswarmer of infinity shawl. Succes!